Frans van der Kamp opende maandagavond 24 januari de traditionele bijeenkomst voor alle ondernemers uit de gemeente Nieuwkoop. Onderdeel van de avond was een presentatie van de Kamer van Koophandel, maar natuurlijk ontbrak ook de traditionele stamppot niet. Hoogtepunt van de avond? De verkiezing ondernemer van het jaar in de gemeente Nieuwkoop. Juryvoorzitter John Kroes over de genomineerden. Madeus Bakker Blommers, de fysiotherapiepraktijk in Nieuwkoop. Een gerenommeerd bedrijf, aanwezig in de zorg en in de markt, maatschappelijk heel actief. En ook een voortrekker in de zorg. De tweede hebben we Koop Rehorst, uit een hele andere hoek, een supermarkt. Heel erg maatschappelijk betrokken. Service staat daar hoog in het vaandel. Ze weten zich ook te handhaven ten opzichte van de Albert Heijn, de grootgutters, de prijsstunters. En dat doen ze door extra service te geven en de cliënt op nummer 1 te zetten. Lelyveld Verhuur BV, keiharde werkers, echt waar heel veel Nieuwkoopse, en dan heb ik het niet alleen over Nieuwkoop, maar Ter Aar, Zevenhoven, al die kernen die verenigd zijn in Nieuwkoop zich in herkennen. Echte harde werkers met de poten in de blubber en als het moet zelf ook nog aan het materiaal. Dus echt een bedrijf wat zich niet door tegenwind uit het veld laat slaan. Heeft ook een heel mooi initiatief genomen op het uitwaalterrein. Als het ene niet lukt, ga je het andere doen. Dus ook innovatief bezig. En gewoon een bijzonder bedrijf wat absoluut tot de genomineerden behoorde. De bedoeling was om die avond via de eigen mobiel elektronisch te stemmen. Maar helaas voor de organisatie liet de techniek haar in de steek. Notaris Kroes was helemaal in zijn element toen er niets anders restte dan ouderwets via papier te stemmen. Aan burgemeester Buizert de eer om de winnaar bekend te maken. De winnaar is op plaats 1 Koop Rehorst. Rob, van harte gefeliciteerd. Eerste indruk? Ja, helemaal geweldig. Ik ben zeer blij, zeer vereerd mee en zeer blij mee dat we hem ontvangen mogen. Want ja, goed, we doen alles voor de klant en ook voor de ondernemingen. We hebben startende ondernemers, die help ik graag. Maar de klant die mag ook altijd bij ons terecht. En mijn personeel, daar heb ik het aan te danken dat we zo ver gekomen zijn. En dat ik nu deze mooie prijs heb.